Ja, we zijn hier in Bonangana. Dat is een heel klein dorpje op het platteland van Togo voor Net Foundation. Dat is de Nederlandse organisatie die de voorgangers en predikanten op het platteland met name Bijbels wil leren preken. Nou, daar komt heel wat bij kijken. Dat betekent dat ze dus echt een opleiding moeten gaan volgen, Bijbelse theologie. En het is heel hard nodig in dit gebied, want als je hier om je heen kijkt, dan zie je ontzettend veel moskeeën staan. En de kerk moet daar een antwoord op hebben. En dat hebben ze in feite niet. Zeker niet als je als predikant geen opleiding hebt gehad. Als je niet eens kunt lezen of schrijven. En een van hen was pastor Abraham. En pastor Abraham vertelde mij onlangs dat hij ontzettend schrok toen hij voor het eerst echt de Bijbel ging lezen. Want toen kwam hij erachter hoe heidens hij nog bezig was. Hij was voorganger in een kleine kerk. En hij dacht dat hij het allemaal wel goed deed. Maar toen hij dankzij een Bijbelstudie erachter kwam wat de Heere God werkelijk van ons wil. En wat de Heer Jezus werkelijk voor ons betekent. Toen kwam hij erachter dat hij eigenlijk volledig ernaast zat. Een ander probleem hier is heidense rituelen in de kerk. Die zijn er hardnekkig, heidens geloof en allerlei gebruiken. En zelfs in de kerk blijft dat lange tijd aanwezig. En dat kan bestaan ook omdat die predikanten zo slecht zijn opgeleid. Twee belangrijke redenen om hier dus aan de slag te gaan voor Net Foundation. Dit is het kerkgebouw waar op zondag nu zo'n 15 mensen kerk houden. En alle andere mensen zijn verdwenen. Every Sunday, ja. We send a missionary. Ja. With a motorbike. Okay. He came. Ah. He used to come here, yeah, to celebrate, yeah, with them. Yeah. Let's hope and pray that that situation will improve. Amen.